Concerten van Tenuto 93 speelt Koen Wilmaars het concerto voor marimba, vibrafoon en orkest van Darius Milhaud. Hij wordt begeleid door het Philharmonisch Orkest van de BRT en onder leiding van Frederik de Vreese. Dag dames en heren, vandaag vanuit de BRTN Concertstudio aan het Flageplein het vierde laureatenconcert van Tenuto 93. En voor de vierde maal in 22 Tenuto-wedstrijden een laureaat slagwerk. 22-jarige Koen Wilmaars, een Brabander, die heeft gestudeerd en nog studeert bij Carlo Willems, die zelf laureaat was in 85. Hij studeert aan het Lemmens Instituut, waar hij nog een hoger diploma voorbereidt. Het instrumentarium is enorm, maar we horen Koen enkel in of op enkele melodische instrumenten, want hij koos voor het concerto voor marimba, vibrafoon en orkest van Darius Milhaud. Een veelschrijver, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen, en een componist die ook veel heeft gereisd en dat liet sporen na in zijn oeuvre. De marimba heeft hij waarschijnlijk leren kennen in Rio de Janeiro, waar hij in de Eerste Wereldoorlog cultureel attaché was. En later in de Verenigde Staten heeft hij dat instrument vaak horen bespelen door jazzmuzici. Het concerto schreef hij in 1947 in opdracht van een marimba-speler, Jack Connor. Het BRTN Philharmonisch Orkest speelt ook vandaag onder leiding van de geestelijke vader van Tenuto, Frederik de Vreese. En de solist is Koen Wilmaars. Thank you.
Dat was het concerto voor marimba, vibrafoon en orkest van Darius Milhaud door het BRTN Philharmonisch Orkest onder leiding van Frederik de Vreeze en solist was Koen Wilmaars. Beetje onder de indruk, toch? Ja, een beetje buiten adem zo. heb ik het goed voor? Is dit weer een concerto dat misschien wel zijn Belgische première kent in deze vorm? Het werk is dus al wel gespeeld, maar voor zover ik weet is dit de eerste keer dat het dus met orkest gespeeld wordt. Dus eigenlijk een Belgische première. Ja. Daar zijn we best trots op dat je dat voor Tenuto hebt uitgekozen. Noem jij dat niet het gevreesde concerto? Ja, het gevreesde concerto is nu misschien... Allee, onder specialisten noem je dat waarschijnlijk onder zo. Onder specialisten, ja. Dus het wordt weinig gekozen. Ja, omdat het, dat is al een reden. Ja. Vrij moeilijk is. Milhaud was geen schrijver voor marimba eigenlijk. Ja. Hij heeft veel voor orkest geschreven en zo. Het is natuurlijk heel tof dat hij dat geschreven heeft, maar hoe moet ik zeggen, daar zitten passages in. Hij kende het instrument misschien niet door en dus door. Daardoor zijn er moeilijke trekken en is het een echt moeilijk concerto voor marimba en vibrafoon. Ja. Zijn dat je eigen instrumenten waar je op speelt? Ik bedoel het ruimer eigenlijk. Iemand die slagwerk speelt, heeft hij zijn volledig eigen instrumentarium? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, normaal gezien, hè. Maar dat is iets gecompliceerder toch dan een viool bezitten. Ja. Heb je daar een zaaltje voor? Ik heb een grote kamer en daar staan veel instrumenten in. En dat is heel normaal, want als men
een instrumentbeeld moet men het hebben, hè? Anders kan men er niet op oefenen. De instrumenten en alle aangepaste stokken, of hoe noem je dat? Ja, stokken. Ja. Hier heb je er al 8 gebruikt, geloof ik, nee? 4 roze en 4 blauwe, of nog meer, heb ik slecht gekeken? Ik heb er 12 gebruikt. Heb je er 12 gebruikt? 12, oh jee. Ja. Ik zag alleen 2 blauw dus en roze. Dus wel maar 4 tegelijk. Toch? Maar dus, men kan wel spelen met 6 stokken, dat bestaat. Maar dus kan jij het? Ik kan het, maar... Maar dat is meer zeggen, sport. Dan is men niet meer zo handig. Ja, ja. Dus maar 4 is wel gebruikelijk. Maar Mio vond dat niet genoeg. Je hebt ook met je handen getokkeld of geklopt. Dat is meer ongebruikelijker. Dat is eigenlijk een effect van Mio. Een geintje. Een geintje, ja. Dus hier al 12. Dan heb je bakken stokken thuis staan voor elk instrument, de specifieke? Eigenlijk wel. Enkele bakken. Stokken voor de marimba en de vibra en een paar bakken voor trommelstokken en een paar bakken voor de pauken. Is dat even delicaat als de rietjes of de mondstukken bij blazers bijvoorbeeld? Nee, of dat denk ik niet. Nee. Gelukkig niet, want ze zijn veel te duur en dan zouden ze veel te vlug kapot zijn. Ja. Nu, dit is eigenlijk zelfs niet je specialiteit, hè? Je bent paukenist, zeg maar dat zo? Ja. Nee. Ja. Je wordt dat zelfs in september bij het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen? Ja, ik heb auditie gedaan en ik ben geslaagd. En vanaf september kan ik die functie waarnemen. Bezit je je eigen pauken ook? Want dat zijn toch wel heel indrukwekkende instrumenten. Dat zijn heel indrukwekkende instrumenten, maar zo rijk ben ik nog niet. Duur? Ja, verschrikkelijk duur. Dat heeft een orkest dan? Het orkest heeft dat, ja. Ja. Ik heb een vraag voor jou. Ik zou willen weten wat een paukenist altijd met zijn oor op zijn vel ligt te doen. Zo, gedurende een concert zie ik die mannen altijd duiken naar hun instrument toe. Wat gebeurt er dan? Dat is dus voor de stemming. Hè? Dus elke pauk moet gestemd worden. Wordt dat niet vooraf gedaan? Wordt vooraf gedaan, ja. Maar die pauken moeten ten eerste de pauken kunnen stijgen of dalen. Ja. Meestal dalen ze een beetje door de temperatuur. Ja. En dan moet men corrigeren tijdens dus het werk. Constant gedurende... En tijdens het werk moet men ook de pauken verstemmen. Dus het blijft niet bij 2 noten. Goed, dat weet ik dan weer. Op welk instrument ben jij beginnen spelen? Ik ben begonnen op En op welke leeftijd? Ik ben begonnen als ik 7 jaar was. En ik ben begonnen op de kleine trommel. Ah. Ja. Zoals alle jongetjes? Ja, zeker. Zoals, waarschijnlijk, hè? Ze hebben allemaal wel een trommel. En hoe gaat dat dan? Is er dan een vaste volgorde als je dat begint te studeren? Of moet je alle instrumenten in de juiste volgorde studeren? Hoe gaat dat? Nee, een echte vaste volgorde is er niet. Men begint dus meestal met de kleine trom. Dan komt er een xylofoon bij, de marimba, de vibrafoon. Mm-hmm. En dat wordt aangenamer voor de buren dan waarschijnlijk? En, ja. Ja. Die moeten daarmee leren leven. Ja, dat zal wel. Zeg, ik vraag me af, is voor een slagwerker de leraar even belangrijk? Is dat ook zo'n belangrijke figuur als voor een violist, voor een blazer, voor een pianist? Je bekijkt me vreemd, hè, maar ik denk dat er zoiets bestaat als muzikaliteit. Dat komt er bij jullie toch niet zo aan van pas. Dus ritme en orde. Nee. Dat zou ik niet durven zeggen. Zet dat even recht. Dus de slagwerker wordt misschien... ten onrechte, vergeleken met iemand die minder muziek kan dan een andere instrumentist. Ik denk dat dat niet waar is. Gewoon door het omvangrijke instrumentarium dat men moet bespelen, dat al op zich, plus de melodische instrumenten, daar kan men een even grote expressie op bereiken dan als op een viool. Ik moet zien wat ik zeg natuurlijk, maar volgens mij wel. Dat zijn gewoon... Slagwerk is een oerinstrument. En ja, daar kan men... veel meer mee, denk ik, dan men. Ik denk dat dit concerto daar een bewijs van is. Dat een slagwerker ook is melodieus uit de hoek kan komen. Zo is dat. Hoe zie jij je toekomst? Je gaat nu naar een groot orkest. Is dat je einddoel? Dus op de eerste plaats studeer ik nog verder aan het Lemmens Instituut. Ik ben nu bezig met hoger diploma. Ik studeer bij Carlo Willems. En dus ik denk dit jaar of volgend jaar mijn hoger diploma te behalen. En dat is zo, daar leg je voorlopig de limiet en laten zien je dat dus wel. Ja, ik ga nu, het hoger diploma is eigenlijk een specialisatie, dus ik ga nog... Wat ga je spelen overigens op het hoger diploma? Wat ga je presenteren op het hoger diploma, weet je dat al? Dat zal veel pauken. Of mag je dat... veel pauken zijn. Veel pauken. Ja. Daarmee wil ik je dan ook ooit nog eens, het kan niet natuurlijk, maar daar zou ik het nog wel eens in tenuto willen mee hebben, met een paukenconcerto.
Ik dank je voor dit gesprekje. Dit was alweer een tenuto laureaat in Volgende Vuurvogel. Stel ik er u nog een voor en ik wil dan heel graag dat u er ook bij is. Maar voor nu een applaus voor Koen Wilmaars.